Echt een confession, maar ik hou heel erg van broodje kroket. Ja, ik denk dat dat wel was voor mijn eerste keer op één. Ja, toen was ik wel echt heel zenuwachtig. Ik denk afgelopen vrijdag, vroeg was mijn vriend jarig. Hebben we op gepaste afstand natuurlijk gevierd, maar wel op de boot en wel met zingen in de buitenlucht. Gisteravond was ik nog wel echt boos op de printer, weet je wel, dat soort dingen. Dus echt met irritatie, met 40 graden, dat het dan niet lukt. Voor de rest ben ik niet zo heel snel boos op mensen of echt grote dingen, nee. Ik ben regelmatig te laat, maar echt iets missen, dat doe ik niet. Nee, denk ik, want ik kom dan nog wel een soort van 5 minuten later of 10 minuten later binnen gerend. En dan kan het een soort van nog doorgaan meestal, dus echt iets gemist. Heb ik nog nooit. Dat wordt denk ik morgen, want morgen is mijn vader jarig, die wordt 60. En we zijn dus helemaal druk bezig met een groot boek met allemaal boodschappen van vrienden, familie. Oh, maar dat is niet meer. Oh, maandag. Ja, dus dat is gewoon 3 of 4 dagen geleden, ja. Wel bij de McDonald's. Ik hou echt, ja, dat is echt een confession, maar ik hou heel erg van broodje kroket en kipburger. Dus ja. Nou, ik denk afgelopen weekend waren we met vrienden en hun 2 kinderen een weekendje weg. Nou, er was de hele tijd wel dus één zo'n jochie, die is denk ik 1. Nou, die doet de hele tijd dingen waar je toch de hele tijd wel in de scheur ligt. Dat je denkt, wat doe jij allemaal? Nou, dat kan ik me niet herinneren wanneer ik dat voor het laatst heb gedaan, want ik heb geen tuin. Ik ben wel best wel een gelukkig mens, dus ik voel me best wel vaak gewoon. Ik denk, nou, gisteren nog of vandaag nog, gewoon content met het leven.